Beste Max, hoe is het met je? Beetje goede vakantie gehad? Wat jammer man, dat je afbelde voor de barbecue bij ons in de tuin. Maar ja, autopech hebben we allemaal wel eens, toch? Oké, jij wat vaker dan gemiddeld. Wow, Red Bull en Renault hebben slaande ruzie. Het lijkt wel Gordon met een van zijn exjes. Het moddergooien is nu echt begonnen. En op zich niet heel erg, want ik hoor van mijn vrouw dat modder goed voor je huid is. Maar ja, als dat zo is, dan zouden de boeren er toch ook iets beter uit moeten zien. Max, ik zou niet gek opkijken als jij de tweede seizoenshelft wat vaker naast de baan staat. Hè, omdat Renault weer per ongeluk een croissantje in je motorblok heeft laten vallen. Kijk, ik snap dat Renault baalt van het feit dat jij en je team hebben gekozen om volgend jaar Honda te gaan racen. Maar daarvoor in de plaats hebben ze toch de leukste coureur van de Formule 1 gekregen, Daniel Ricciardo. De meningen zijn erg verdeeld over deze stap. Vele Formule 1-liefhebbers snappen de overstap van Ricciardo namelijk niet. Logisch, ik bedoel, hij roept dat hij in de Formule 1 nog maar één doel heeft. En dat is wereldkampioen worden. En tja, de kans dat hij in een Renault wereldkampioen wordt is net zo waarschijnlijk dan dat Frans Bauer de Nobelprijs voor de literatuur wint. Maar ik snap de overstap wel, zeker. Ja, Daniel zegt zelf dat hij toe is aan een nieuwe uitdaging en dat gaat hij krijgen. Want hij ruilt een Red Bull blikje in voor een koekblik. De Renault-motor is typisch zo'n motor waar Johnny de Mol leuke dingen mee zou doen, omdat de Renault-motor speciaal is. Er zijn, wat mij betreft, twee redenen waarom Ricciardo weggaat. En beide snap ik. 1. Geld. 2. Jij, Max. Sinds jij Red Bull rijdt, is Ricciardo steeds meer op de tweede plek komen te staan. Ze zullen het nooit hardop zeggen en Max, jij zult het nooit toegeven. Maar voor jou geldt er maar één plekje in het huwelijk met Red Bull en dat is de eerste. En die deel jij niet met iemand anders. Doe ik in mijn huwelijk ook niet. Althans, dat hoop ik. Ricciardo is 29 jaar en wil zich niet opzij laten zetten door de piepjonge pikkie uit Nederland. En als Renault dan aanklopt en vertelt dat je 20 miljoen per jaar kunt verdienen, nou, dan teken je gisteren nog. Zijn huidige loon is 1/3 van dat bedrag. Nu wil ik wel voor 1/3 van 1/3 van dat bedrag zijn plekje innemen, maar die jonge Gasly die is mij voor het minimum luchtloon te snel afgeweest. En dan nu, Max, wat nu? Renault doet geen ene donder meer voor Red Bull. Dat is overigens heel raar, want ze ontvangen nog steeds vele miljoenen voor de derde rangs rommel die ze leveren. Het lijkt wel een beetje politiek Nederland. Het kost een hele berg en je kan er niets van op aan. Renault loopt helemaal binnen op Red Bull. Moeten ze ook wel, want hoe kan je anders Ricciardo betalen? Mijn advies, maak er gewoon een hele mooie tweede helft van. Doe spectaculaire dingen. Race niet meer voor de punten, maar voor de fans. Doe eens een heel rondje in ze achteruit. Misschien kan Stoffel van Doornen dan eindelijk iemand inhalen. Is toch ook leuk voor die jongen? Doe eens een paar burn-outs voor de meest meegereisde Hollanders. Jij bent de enige die meer roken weer populair kan maken. Zet vlak voor de race de auto van Raikkonen eens op klossen. Laat de banden van Hamilton eens leeglopen. Verstop eens een paar zure haringen in de bolide van Vettel. Verandert er trouwens weinig. Maar goed, zorg ervoor dat je team bij elkaar blijft. Want jij, Max, hebt een topteam. Een topbolide. En laat Honda er maar voor zorgen, ja, dat jij volgend jaar ook niet kan zeggen dat het aan de motor ligt. Aanstaande zondag rij je op Spa-Francorchamps, een stukje België wat één weekend per jaar wordt geannexeerd door de Nederlanders. Dus tijd voor een mooie Max Verstappen show. En Max, op naar België.